Goedemiddag jongens en welkom bij weer een nieuw deel van de 12 Provincie Challenge. We zijn inmiddels alweer bij deel 6 aangekomen. Het is fantastisch. We staan in Overijssel en ik ga een mooi putje bevissen. Water waar we vroeger wel eens een keertje hebben gevist. We hebben hier een keer een karperkamp gehad van de Rooie Hagu's. Heel lang geleden. Dus daarom vond ik het ook wel leuk om een keertje terug te gaan. Ik ga nu even naar het water lopen. Ik weet niet precies waar ik heen moet. En vanavond komt er nog een kijker mee vissen. Dus het wordt helemaal gezellig. Ik zag al dat er veel kijkers uit Oldenzaal kwamen en die langs willen komen. Dus dat gaat waarschijnlijk een hele leuke sessie worden. Ik ga in ieder geval even naar het water lopen. Lekker kwarkje opeten. Ik zie jullie zo. Zo jongens, ik ben even naar de stekkie toegelopen. Ja, het is echt een mooi onderhouden visvijver. Overal prullenbakken bij de stek. En heel schoon en netjes achtergelaten. We gaan echt in de uiterste hoek van het water zitten zo'n beetje. Dus Chitter mag weer lekker een kilometertje lopen met de trolley. Maar dat maakt niet uit. Hier zo, stekkie nummertje 41. Hij zoomt even niet. Kijk, daar gaan we al. Maar mooi water. Ik ga even de spullen halen. Dan gaan we ervoor. Weer. Nog 6 uit 6 met die kar lopen, dat raak je toch wel een beetje zat, moet ik zeggen. Maar we zijn weer op een stekje gearriveerd, 2 kilometer gewandeld met het karretje. En we zullen even rustig de onderlijntjes klaarmaken. Dan kunnen de hengeltjes erin. Kijken, die komt pas om 9:30, dus die komt een stuk later. Maar het is helemaal goed komen. Let's go. Kringen op de stek. Nou jongens, eigenlijk hier zo op ongeveer tussen de 5 en 10 meter uit de kant. Daar gaat het eigenlijk van zacht naar hard. Of nee, van hard naar zacht. Dat is eigenlijk een trekroute die de vis over heel dit water trekt. Dat heb ik eigenlijk vorige keer dat ik hier was ook gekregen. Toen was het zo druk dat echt niemand wat ving. Maar normaal gesproken wordt het altijd goed opgevangen. Wat ik ook ga doen is dit kopje hier. Dat vind ik een mooi kopje. Ik denk dat ik daar zo... Dat is scherp, vingertje. Nee. 4-5 metertjes uit de kant ook even gaan voeren. Dat ik daar ook één engeltje heen toe ga vissen. Dan moet dat helemaal goed komen. Dus ik denk dat ik eentje hier zo op het grensje ligt van het zacht naar harde. En eentje op het hoekje daar zo. Ja, jongens, ik sta hier op het stekkie. Ik heb hier de bollen. Kijk naar de Brussel tuna. Ik dacht dat ik net al aan het filmen was. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Die bollen hier zo gewoon 5 meter uit de kant. Beetje voeren. Ik heb net al 4 handjes erin gegooid, want de deed ik aan, maar gaat niet. Dus ik ga niet heel veel meer extra voeren. En 4-5 handjes. Ik denk 2-3 metertjes uit de kant. Dat moet helemaal goed komen. Zo, het eerste hengeltje jongens. Onderlijntje van zo'n 20 centimeter. Op een tijgernet kruisbolie. Je ziet het, een mooi stukje kurk in verwerkt. Vlijmscherp haakje. Lijnenleidingsje van denk ik 1,5 centimeter, 2 centimeter en een helikoptersysteem. Ik ga eerst even een paar keertjes gooien om te voelen waar het hard is, waar het zacht is. Dat doe ik niet op het stek waar ik ga liggen om het niet te verstoren, maar wel om de afstand een beetje te kunnen bepalen. En dat doe ik altijd zonder, haal ik altijd even mijn onderlijn eraf. Dus alleen met een loodje. Het zorgt ervoor dat je haak niet minder scherp wordt, dus dat hij lekker scherp blijft. En dan kun je toch zoeken waar het juiste plekje is. Dus let's go. Dames, ook de tweede rig is klaar. Onderlijntje, 20 centimeter, iets korter. Deze keer geen kurk in de bolie, gewoon normaal. Kijken of we verschil merken in de vangsten. Deze ga ik vissen naar het stekje waar ik net aan het voeren was, wat jullie zagen. Ja, dit is niet echt veel vel bodem, dus daarom hou ik altijd gelijk de laatste beat van de helikoptersysteem doe ik schuif dan gewoon een stukje terug. Is niet nodig om ze dan verder uit elkaar te vissen. En, hij kan erin, wat mij betreft. Ja jongens, het is wat anders dan een burger. Een overheerlijke speklap. Ik
Ik zal ze even erbij pakken. De varkensribei wel, ja, kan niet beter. We gaan even lekker van smikkelen. Ondertussen gezelligheid op de stek. Kijk eens. En we gaan eens even lekker eten, heerlijk. Kijk eens wie daar aankomt fietsen. Zo, fel hooglampje heb je op, maat. Niet normaal. Zo, hoe is die? Ja, goed, Mil. Ja, goed, daar staat hij. Gaan we wat worden vandaag? Ja, ik denk het wel. Moet wel lukken. Kijk, mooi. Ja, als mijn lacht hier gaat altijd wel prima, dus dat gaat wel goed komen. Mooi. Nou, mijn hengeltjes liggen al. Jij komt uit werk, hè? Ik kom van het werk. Kijk. Hard werken. Hard werken. Gewoon in het donker komt hij gewoon aan, hè, de strijder. Centjes verdienen. Ja, dat is ook belangrijk. En nou, gouden hengels ingooien, of niet? Tussendoor lekker vissen, dus dat gaat allemaal goed. Precies. Gouden hengeltje ingooien en dan gaan we kijken wat. Top. Ja, deze held die heeft gewoon even een secondenlijn meegenomen. Kan ik eindelijk eens even mijn molen gaan repareren. Ja jongens, op z'n DW's, je kent het wel. Secondenlijn met duct tape, jongen. Dat zijn mijn top 2 favoriete items om dingen te repareren. Kijk, tjaka, dat is niet de bedoeling. Het is gewoon even helemaal vol spuiten met secondenlijn. En dan moet het goed kunnen. Ja, we gaan vandaag vissen. Met de inline load. Daaronder hebben wij een Ronnie rig. Oranje pop-up. En natuurlijk instant sessie is gaan we kijken of we daarmee de vis kunnen triggeren om te bijten. En de andere is een helikoptersysteem, omdat het toch wel op sommige plekken blubber ligt. Daaronder heb ik hangen een slip D-rig met een klein waftertje. En dan gaan we kijken of dat het gaat doen. Kijk eens. Ja, jongens, even een chip pinootje erbij. Even genieten. Even genieten. We kregen net de eerste paar piepen, hè? Ja, dat is een goed teken. Mijn linker hengel. Hopelijk zit de vis op de stek. Ja, het zou mooi zijn. Dan gaan we kijken wat het wordt. Ja, voor de rest is het pikken donker hier zo. Wij Westlanders die hebben daar nooit zo last van met al die kassen. Maar hier, je ziet geen hand voor ogen. Ja. Maar wat is een beetje het bestand van dit water? Ja, het zijn een stuk of 100 vissen. En, allemaal wel prima op gewicht. Eigenlijk de meeste vis, een beetje het gemiddelde gewicht wat je vangt, is tussen de 10 en de 12 kilo, laten we dat zeggen. Ja. Wat uitschieters naar boven. Ja. Heel veel mooie spiegels, een paar lange schubs. Dus genoeg om te vangen. Kijk, nou alleen al bijten. Het is wel echt helemaal windstil. Veel te hoge luchtdruk. Maar weet je, het zijn alleen maar excuses. Maakt niet uit, we gaan gewoon vis vangen. Zometeen jongens zien jullie ons met een kromme top. En we gaan nu zo meteen even lekker petje. Dus, tot zo. Is hij dan? De eerste van de sessie. Mooi klein schuppie. Ik kreeg een hele slechte aanbeet, een paar piepen. Toen stopte hij weer, toen weer een paar piepen. En hij was dus door een tak heen gezwommen. Uiteindelijk toch gepakt en toen bleek deze eraan te zitten. Nou, hij wil ook nog zijn andere kant aan jullie laten zien. Het is wel een beetje een druktemakertje. Maar we gaan een fotootje maken zo. Ik kan nu weer zwemmen. Ja, mooi visje. Fotootje en hij kan terug. Nou jongens, deze druk te maken moet wel gewoon door willen. Niet normaal. Wat een gek joh. Het is allemaal zo druk hier. Weet je wat jullie gaat halen? Dat is je oma. Dat is een mooi woord, ik. Eerst de visie. Na 2 nachten blinken. Lekker. Lekker, lekker. Ja, we zijn even 3 uurtjes verder, maar dan heb je ook wat. Deze baas heeft toegeslagen. Ja, volle fluit hè. Zitten bleef slapen. Zo, ik heb echt niks gehoord. Die lag lekker in coma. Maar ik heb in de tussentijd mooi vis kunnen landen. Ik ga weer even bijpakken. Mooi. Ja, mooi spiegeltje. Ook weer een ongelofelijke druk te maken. Maar het is natuurlijk wel gewoon een mooi visje. En daar gaan we met respect mee om. Nou, gaan we deze flinke jongen weer even terugzetten. Gaan we de hengel opnieuw uitgooien. En dan gaan we kijken of er nog een vis uit kan komen. Zo is het. De gekke man. Ja. Een half uurtje later en hij zegt in één keer hey, slaapkop. Het is weer raak. Ja, ik heb weer niks gehoord. Ja, die jongen die ligt elke keer in coma hier aan de vis. Lekker hoor. Heerlijk. 20 minuutjes later. Dezelfde hengel loopt opnieuw af. Beter om weer een kleine druk te maken. Maar dat geeft niet. Vis is vis. En
als je niks probeert, dan vang je helemaal niks. Dus we blijven gewoon doorgaan en dan kijken of we nog grotere vis eruit kunnen halen. Dan gaan we deze weer terugzetten, dan kan hij weer lekker zwemmen. En dan doen we de hengel erop. Ja jongens, het is inmiddels 4:50 en de hengel loopt alweer voor de vierde keer af. We staan er lekker bij, lekker trillen en ben benieuwd wat het is. Hij zijn tot nu toe heel erg mee, dus ik zal het nog niet weten. We gaan eens even binnenhalen. Goed. Best mooi vis. Dus, toch geen knol. Lekker maat. Helemaal niet gek, toch? Is lang not crazy. Mooie vis. Wat zo. Ik denk dat die 10,5 kilo is. Ik ga voor 12,3. En ik denk dat ik met 12,3 heel goed zit. Nee, net geen 13 kilo. Oh. Ja, dat is is lang not crazy, jongens. Dat is long not crazy. Mooi vis. Ja. Hele mooie vis. Jongens, is die dan? Een mooie schub. Na die drie kleine visjes zijn ze meer dan welkom. Echt bij de run, ik gleed bijna het water in. Het scheelde echt net. 10 centimeter en ik had erin gelegen. Echt volledig ook gewoon. Ja, super mooie vis. Gekke Overijssel is zo gek nog niet. Het is long not crazy. Maar een hele mooie vis. En gaan lekker foto's schieten en dan wacht hij weer gaan zwemmen. Dus het is inmiddels 4:50. En, ja, vierde run, dus helemaal niet gek. Prima. Top. Nou jongens, jullie zien het. Een rood trappie. Dus ik weet niet wie de rode bollen hier heeft gevoerd. Maar hij schijnt in ieder geval de bollen van de buurman uit. Want die van ons zijn bruin. En ja, maakt mij niet uit. De vis is binnen. Lekker. Nou jongens. Hij mag weer zwemmen. De doelrat. Hier gaat hij. Lekker hoor. Ja jongens, ook het engeltje kan er weer in. Het is inmiddels namelijk al 5 uur. En de vis vang je hier voornamelijk eens 's nachts. Dan doe ik er maar heel klein beetje voer erin. Ik ga ook niet extra bijvoeren als ik bij de stek sta. Toch nog hopen om één aandeeltje te forceren. We gaan eruit varen. Jongens, zo'n gladde kant omhoog, dat bevalt me niet. Dan mis een voerboot onder mijn hendel. Kut, sorry. Ja, helaas pindakaas, maar bij DW Vissersteam gaat alles kapot. Jongens, geen karpen, maar pisan! Pisan! Altijd op zak hebben, jongens. 1 seconde lijn. Dit gaat natuurlijk echt niet werken, maar... wie niet waagt, die blijft maagd. Zo is het. Kijk eens. Ja, ik gleed uit. En daardoor kwam even dat gewicht van dat ding even bloep. Nou, in 1 keer goed opplaatsen. Ja, ah, kut. Zo, mijn vingers zitten. Zo, goedemorgen. Ik ben moe wekkie. Maar het is feest. Het is weer een uurtje later en dan loop ik gewoon weer af. Het vecht wel echt mega raar. Of het een knol. Of waar. Maar ik weet niet. Ik denk dat het knol. Nou jongens, nummertje 5 van de sessie alweer. De hengel die ik net nog opnieuw had uitgevaren en een uurtje later loopt hij alweer af. Mooi spiegeltje. Beetje een gek kleurtje heeft hij wel. Nou, hij wil precies ook zijn andere kant laten zien. Die zagen hè. Kijk dan. Mooi schubjes vol. En een heel leuk visje. Even proberen te tillen. Kijk dan. Ja, heel mooi visje, dan even een paar foto's maken en dan kan die weer zwemmen. Kijk jongens, we hebben hier deze op een baas. Hoe laat is het? Het is rondom 8:30. 8:30. 8:30, wat gaat hij doen? Die bakt gewoon even 2 burgers. En dan hebben we deze baas, die komt gewoon eventjes voor school. En
goede 10 kilometer hierheen gefietst om toch nog even bij DW op de stek te kijken. Ja. Ja, strijders hè. Prioriteiten stellen. Altijd DW Fishteam boven school. Jullie weten het wel. Dus nee joh, altijd gezellig. En, ik ga zo toch gewoon even in mijn bed liggen, want ik ben gewoon naar de kloten. Maar ja, 5 visjes, niet verkeerd. En even lekker wat eten. Ja. Even weer een bedje. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. De hengeltjes liggen er nog steeds kampjes bij. Jij hebt een hengeltje even verplaatst? Ja, we hebben een hengeltje tegen op de stuikers aangelegd. Gisteravond een klein beetje gevoerd. We kijken of het in deze ochtend nog wat zou worden. Zo is dat. Dus niet als je in je bed ligt, maar als je er gewoon snel bij kan zijn. En dan tegen de obstakels. Hopen dat het nog wat wordt. En zo is het. Gaan we eens even wat ontbijten. Nou, ik dan. Hij zit waarschijnlijk vol. Ja, zeker. Ik heb nog even lekker liggen slapen. Maar ik ben al vroeg uit de verre geweest. En hengels opnieuw op de plek gelegd. En hopen dat we nog een beetje kunnen strikken. En dan gaan we lekker opruimen. Gaan we een ontbijtje maken voor jou. Zo is dat. Ja, jongens, het idee was gewoon een lekker eitje in de ochtend. Maar toen werd ik toch gestrikt met dan zal zien. Een lekkere burger. Nou, wat ik ervan ga maken is een burger met een eitje en 2 plakken spek. Kijk je dan. Goh, nou, als dat niet lekker wordt, dan weet ik het niet meer. Dus en dan ook nog een lekker samurai sausje eroverheen. En een lekker plakje cheddar cheese. Heel veel beter gaat het niet worden hoor. Ja, jong, vandaag is het wel zo'n sessie hè. Dat het gewoon heel veel tijd gebeurt. Yo! Ja jongens, het is overduidelijk. Helaas mag je hier niet vissen. Kijk het zo. Gekke huis. We zullen even een uitrekkaartje halen voor de auto. Zo, ze vallen elkaar bijna aan. Is dit niet normaal joh. Ze krijgen niet veel te eten. Gekke huis. Op zich zijn het niet eens hele kleine vissen. Het zijn best wel grote vissen. Ja. Nou, hengel halen. Ja, mag niet hè? Dat is best een feest. Ja. Ja, even op naar het uitrekken. Ja jongens, het zit er weer op. Overijssel is weer geslaagd. Mooie visjes gevangen, 5 runs. Met natuurlijk die mooie vis van 30 kilo als topper van de sessie. Vond je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Volgende week gaan we naar Flevoland. Gaan naar Urk. Belooft vast een hele gezellige sessie te worden. We zien jullie volgende week weer om 4:30.